Hoi, mijn naam is Milena en dit is de opname van de webinar voor de decentrale selectie van geneeskunde in 2023 in Utrecht. Allereerst herken je dit misschien wel, je hebt je natuurlijk ingeschreven met goede moed, je hebt er zin in, maar je ziet er ook best wel een beetje tegenop. Uiteindelijk hoop je natuurlijk over 6,5 à 7 jaar er zo bij te staan, hè, dat je als arts echt bezig bent, bijvoorbeeld ook net zoals Anand op rechts. Maar misschien bekruip je het gevoel van, oh shit, help, hoe ga ik dit in vredesnaam doen? Nou, daar is deze webinar voor en we gaan je gewoon stap voor stap meenemen. Eigenlijk dat je van het gevoel gaat van dat het echt heel veel stampen is, dat je er naar gevoel aan overhoudt, naar eigenlijk het idee van, ik heb ook nog tijd en ruimte, straks ook bij het studeren, voor andere dingen naast alleen maar geneeskunde. Het is natuurlijk ook best wel lastig. Het is de overgang van de middelbare school waar je mee zit. Soms zit je vast in je oude leerpatronen. Want ja, hoe moet je überhaupt studeren? Eigenlijk best wel weinig scholen die hebben daar überhaupt les in gegeven. Wij willen eigenlijk naar een situatie toe waarin jij gewoon de tips en tricks in handen hebt. Waardoor je weet hoe je effectief kan studeren. Waarbij je weet dat je op een evidence-based manier bezig bent, dus echt met wetenschappelijk bewezen technieken, en dat je uiteindelijk ook meer ruimte hebt voor je eigen vrije tijd. En het doel is echt kennisretentie op langere termijn. Dus hè, stel jij bent straks, jij staat daar straks als arts, net als Anand, net als ikzelf, dan is het natuurlijk wel zo fijn dat je, dat je de kennis ook op de langere termijn onthoudt. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Anand en ik samen Tentamenbaas hebben opgericht. Dat is eigenlijk een platform om effectief te leren en voor oefenvragen. Specifiek voor geneeskunde in Utrecht. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond qua Tentamenbaas. En zo zien onze oefenvragen er bijvoorbeeld uit. En via dit format, via dit platform, zul je uiteindelijk straks ook zelf kunnen oefenen met de decentrale selectie oefenvragen. Mijn naam is dus Milena, hier op links. Ik ben zelf artsonderzoeker in het UMC Utrecht. Ik werk bij de afdeling diabetes van de interne geneeskunde. En ja, eigenlijk in mijn vrije tijd hou ik van hockey. Ik woon zelf ook in Utrecht. En dat eigenlijk. Ja, ik draai hem heel van deze kant op hoor. Ik zit naast haar. Mijn naam is dus Anand. Ja, ik ben ook afgestudeerd arts. Momenteel eigenlijk meerdere vakgebieden aan het van meerdere vakgebieden aan het proeven. Binnen de sociale geneeskunde met name. Dus dat is dan het buiten het ziekenhuis. Maar dat krijgen jullie nog allemaal wat te horen. Ja, waar hou ik van? Onder andere van onderwijs. Daarom hebben we natuurlijk Tentamenbaas opgericht. En ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben. Ja. Met deze presentatie. Hier zit ook nog Timo, dus die gaan we ook nog voorstellen aan jullie. We gaan een hele rondje af. Ja. Ja, hoi iedereen, ik ben Timo. Ik zit nu in het derde jaar van geneeskunde. Ga binnenkort ook beginnen met co-schappen, dus dat wordt heel spannend. Ik heb een kijkje genomen naar jullie selectiestof. En heb er ook wat oefenvragen op gemaakt. En daar gaan we een paar straks van bespreken. Yes. Dus dat een beetje. En als laatste daad moeten we onze microfoon even uitzetten. Ja. Yes, hoi. Ik hoop dat ik er verstaan ben. Ik ben Daan. Ik zit helaas niet bij mijn collega's in Utrecht. Ik zit in Ermelo nog. Het OV die sta ik deze week. Dus dat is een beetje matig. Ik zal jullie vandaag wat vertellen over hoe ziet zo'n decentrale selectiedag er nou uit? Wat kun je verwachten? En hoe zorg je nou dat je goed zo'n dag doorkomt? Even kijken. Wat gaan we allemaal behandelen? Dit is eigenlijk het tijdschema wat jullie kunnen verwachten. Allereerst, wat is het geheim? Nou, daar is het behandelen wat effectieve leerstrategieën zijn. Wat geen effectieve leerstrategieën zijn, zal ongeveer een half uur duren. Maar het is wel heel ruim genomen, dus misschien duurt het wat korter. Decentrale selectiestof. Nou, dan hebben we het over anatomie, fysiologie. Wat kunnen jullie verwachten daarvan? Daar heeft Timo natuurlijk een hele hoop aan gedaan. En tips voor de dag zelf hebben we net eigenlijk besproken. Dat zal Daan met jullie bespreken. Hoe ziet zo'n decentrale selectiedag eruit en wat kan je verwachten? Alright, wat is het geheim? Allereerst gaan we even stilstaan bij wat er niet werkt. Want het is natuurlijk heel belangrijk om je valkuilen te kennen.
En hier zien we eigenlijk dat een van de studenten al gemarkeerd heeft. Het is een screenshot die is toegestuurd in de groepchat. Maar wat we willen meegeven is dat markeren eigenlijk niet zo'n goede leerstrategie is. Ik weet niet of jullie de Universiteit van Nederland kennen. Het is een podcastkanaal wat wetenschappelijk artikelen eigenlijk toelicht. En een van die onderwerpen is waarom kun jij je gele markeerschrift beter weggooien als je echt iets wil leren. En daarin vertelt Gino Kamp van de Vrije Universiteit dat eigenlijk onderzoek is gedaan naar markeren, waarbij studenten teksten lazen die niet gemarkeerd waren ten opzichte van teksten die wel gemarkeerd waren of zelf of dus zelf hun markeringen zetten. Dus eigenlijk drie verschillende leerstrategieën. En ze waren allemaal even effectief. Dus het maakt niet uit of je een tekst leest die niet gemarkeerd is ten opzichte van een tekst die wel gemarkeerd is of je eigen markering zet in een tekst. Die leerstrategieën zijn eigenlijk allemaal even effectief. Oftewel, je hebt niks aan markeren, daar komt het eigenlijk op neer. Hoewel het natuurlijk wel heel mooi staat, dat wel. Even kijken. Dit is dan ook de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Dit is een heel groot, hele grote studie die is gedaan door professor Dunlosky. Een toonaangevende artikel wat betreft leerstrategieën. En daarin hebben ze eigenlijk meer dan 200 artikelen bekeken die gaan over leerstrategieën. En de 10 belangrijkste hebben ze daar uitgenomen. En daarin de resultaten besproken van wat zien we over tientallen jaren, wat wordt er besproken over leerstrategieën en wat zijn de resultaten. En wat we daarin zien is dat highlighting dus als low utility gescoord wordt. Dus we hebben 3 scores, low, moderate en high natuurlijk. En highlighting staat in dit geval op low. Dus wees je daar bewust van als je aan het leren bent, dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft. Doorlezen is een andere leerstrategie die veel gebruikt wordt. En alhoewel het wel heel efficiënt is, hè, want je kan heel snel iets lezen en iets doorlezen. Dus in dat opzicht wel een snelle methode die je kan toepassen. Zien we wel dat dat ook een low utility heeft. En dat zien we eigenlijk ook in deze tabel. Hè. Want je ziet dus dat bij de eerste keer doorlezen heb je een aantal correcte responses. Dat is in dit geval iets boven de 30%. Bij 2 keer stijgt dat naar ongeveer 45, maar je ziet al, bij 4 keer heb je er eigenlijk niet meer zoveel aan. Dus dat verschil van 2 naar 4 is zo minimaal, dat we het je ook niet zouden aanraden om door te lezen. Ja, je kan het natuurlijk wel doen als je gewoon aan het voorbereiden bent voor een hoorcollege en even snel, up-to-date wil zijn. Maar echt voor een tentamen leren zouden we het niet aanraden. Dan hebben we samenvatten en ik denk dat een hele hoop van jullie nu schrikken. Dat hoeft niet per se. Kijk, ik heb ook samengevat, ik denk wij allemaal hier. En het ligt heel erg aan de kwaliteit van de samenvatting, dat wil ik er wel bij zeggen. Maar in de meeste gevallen wordt het als low utility gescoord. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat de meeste studenten, wanneer ze aan het samenvatten zijn, niet denken over het begrijpen van de stof, maar meer over het citeren van bepaalde zinnen en bepaalde hoorcollege woorden, zeg maar. En dan ben je dus niet bezig met, oh, maar wat staat hier nu werkelijk? Hè? Daar komen we straks op. Een stukje active recall van het begrijpen van stof. En tenslotte aan één stuk doorgaan. En dat, dat zit echt in het aard van het beestje. Wij geneeskundestudenten willen zo snel mogelijk door. Hè? We willen alleen maar studeren, wil ik elk detail weten. Zijn nogal perfectionistisch. Maar dan zie je er uiteindelijk zo uit. Ik hoop het niet voor jullie, dat is niet heel handig. Het is namelijk heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, voor zo'n decentrale selectie. Dus zorg ervoor dat je er niet zo bij zit. En zorg ervoor dat je wel de energie hebt voor zo'n decentrale selectiesdag. Want dat vergroot gewoon ook je succesgarantie. Voldoende rust, zorg goed voor jezelf, ga lekker sporten. Zorg dat je voldoende slaapt. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ook gewoon leuke dingen blijven doen met je vrienden. Kijk, en hier is een artikel wat dat ook aantoont. Eén van de artikelen, toevallig in Groningen, hier in Nederland gedaan. Maar er zijn er echt een hele hoop. Ik zal straks ook nog ingaan op de Pomodoro-techniek. Ik weet niet of één van jullie dat wat zegt, anders kunnen jullie handjes in de lucht steken. Nee? Kijk, mooi zo. Gaan we het straks over hebben. Vlak voor tijd beginnen. Nou, ik denk dat een hele hoop van ons dat doen. Hè? Op de middelbare school kom je ermee weg.
Als je dan een toets hebt en je leert één dag van tevoren, dan denk ik dat een hele hoop van ons alsnog een 7 of een 8 of een 9 haalden. Maar bij geneeskunde kom je daar niet meer mee weg. Want het is echt heel veel stof, dat zullen jullie wel gemerkt hebben, denk ik. En hier zien we eigenlijk de wetenschap daarachter, want je ziet de memory retention, dat is op de verticale as, en het aantal weken. En je ziet de zogenaamde forgetting curve. En elke keer als jij iets herhaalt, dan zorg je ervoor dat die forgetting curve een beetje een stijging laat zien. Hè? Dus bijvoorbeeld even kijken, nu is hij dalend. Oh ja, dit is first repetition. Dus als je hem hier de eerste keer herhaalt, dan stijgt hij naar 100 en dan daalt hij op een gegeven moment ook weer. Maar je ziet dus dat als je hem meerdere keren herhaalt, dus op die vierde keer ook nog, dat je dan theoretisch op die 100% gaat zitten, laat ik zeggen 80 tot 100, dan behaal je de beste resultaten. Dus zorg ervoor dat je gewoon vroeg van tevoren begint, stof opdeelt en iedere week herhaalt. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Kom ik straks ook nog op. Ja, want dan gaan we het hebben over wat werkt er wel. En wat er wel werkt, is onder andere iets, hele mooie woorden, spaced repetition en distributed practice. En daar hebben we natuurlijk ook datzelfde artikel van. Dit is het artikel van John Dunlosky dus, met meer dan 200 artikelen die hebben besproken. En daar zien we dat distributed practice, oftewel spaced repetition, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, als high utility gescoord wordt. En dat heeft eigenlijk te maken met datzelfde spacing effect, waar ik het straks over ga hebben. Maar je ziet dus dat dit is een van de onderzoeken die ze hebben gedaan. En dan zie je een verschil tussen dezelfde dag herhalen, dus eigenlijk iedere dag, of één dag tussen elke sessie. Dus dan doe je op dag 1, dag 3, dag 5 bijvoorbeeld. Maar je ziet bij dezelfde dag herhalen en één dag tussen de sessies, dat je dan echt op die beste score komt, zeg maar. Dat gunnen we jullie ook voor de decentrale selectie. Het is gewoon ontzettend belangrijk om stof te herhalen. Dat is eigenlijk de boodschap die je eruit kunt trekken. En dat zie je ook nogmaals hier. Dus elke keer dat je iets herhaalt, stijgt die lijn weer. En wat we ook zien, dat is ook wel belangrijk om op te merken, is dat de helling daalt. Dus kijk, zie je, hier daalt hij eigenlijk sneller dan hier. Dus hoe vaker jij herhaalt, hoe langer ook, of hoe beter de lange termijnse retentie. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus hoe minder snel je stof vergeet. Dan gaan we het hebben over active recall. Want daar staan wij natuurlijk ontzettend voor. Daarom hebben we de oefenvraag voor jullie gemaakt. Dat betekent gewoon oefenen. En hier zien we dat ook gescoord als high utility. En daar gaan we ook een aantal studies van laten zien. Want het komt er eigenlijk op neer dat je met oefenen, dat is de ultieme test. Want het is natuurlijk een reden waarom je voor je tentamen oefenvragen moet maken. Kijk, die docenten hebben nagedacht. Je moet, ze halen uiteindelijk, of ze komen te weten of jij de stof snapt, door je vraag te stellen. Daar komt het op neer. Dat is de ultieme test. En we zien dat er te weinig gedaan wordt binnen geneeskunde. Dus daarom hebben wij tentamenbaas opgestart. En je kan hier zien het verschil tussen practice testing en geen practice testing. Zien we eigenlijk wanneer er een dag tussen zit. Dus eigenlijk komt het erop neer dat op alle schijven, dus het maakt niet eens uit of mensen in het top 1/3 gedeelte van de studenten zitten, of het laagste 1/3 gedeelte van de studenten, dus het maakt niet uit hoe hoog je scoort. Het komt erop neer dat als je oefent, dat je dan een beter tentamenresultaat haalt. Zie je dat? Dus het maakt niet uit eigenlijk, en het maakt ook niet uit hoeveel verschil in tijd daartussen zit. Natuurlijk is het beter om zo min mogelijk tijd daartussen te houden. Daar hebben we het net over gehad met die spaced repetition. Maar oefenen, dat is in alle gevallen eigenlijk beter dan niet oefenen. Dus, samenvattend, komt er ook neer, effectieve leerstrategieën zijn onder andere oefenen, spaced learning, oftewel die oefenmomenten spreiden, en active recall. Nou, dan hebben we het ook nog over flashcards. Maar in dat geval is dat iets minder relevant voor jullie. Je kan het gebruiken. Dat is ook een van de effectieve leerstrategieën die we jullie zouden aanraden. Jezelf uitleggen en anderen uitleggen, die wilde ik nog heel even benoemen.
Omdat dat ook aangetoond is dat je daarmee, dat daarmee de stof beklijft, omdat je actief met de stof bezig bent. Je legt het jezelf uit, dus daarmee zorgt ervoor dat je het begrijpt, of je legt het iemand anders uit. Wat werkt er niet? Nou, dan hebben we het over leerstrategieën waarmee je dus niet actief bezig bent. Dan hebben we het over doorlezen, highlighten, samenvatten en aan één stuk doorgaan. En natuurlijk niet op tijd beginnen, ja. Nou, dan is Timo aan de beurt, denk ik. Dan is dit het voor wat mij betreft. En ik ben wel benieuwd, wat voor leerstrategieën gebruiken jullie zelf? Kijk, mensen zeggen Enki. Heel goed, heel goed. Enki is inderdaad het wonderprogramma. Huilen is ook altijd goed, ja. Ja, is ook iemand huilen? Ja, Fishcards huilen. Hebben we allemaal gedaan. Chill, chill. Yeah. Quizlet. Yeah. Ja, ja, ja. Concurrent natuurlijk van Enki. Ik ben verbaasd over hoe vaak Enki ertussen staat. Ik denk dat als ze dat in ons jaar, Timo, hadden gevraagd, dat echt iedereen had gezegd van slim boekjes aanstrepen en doorlezen en zo. Ja. Bij ons zijn samenvattingen echt heel populair, maar er begint die verandering in te komen. Ja. Maar ik ben blij dat jullie zeggen oefenen. En de mensen die dat niet zeggen, die durven misschien, ik weet niet. misschien na morgen dat ze gaan oefenen, denk ik. Ja. Ja. Maar onthoud dat inderdaad, en, want morgen, dat zegt Milena, hè, want jullie krijgen dan de oefenvragen van de cursussen. Dus ga daar lekker mee aan de slag. Ja, dan geef ik jou het woord, Nieuwe. Helemaal goed. Ja, en dan gaan we dus inderdaad een paar oefenvragen bespreken. Ja, en dan beginnen we inderdaad met fysiologie. Wat ik daarvoor nog even wilde vertellen is dat, want jullie hebben natuurlijk het boek gekregen, Borren en Boepen. Onwijs uitgebreid is dat, echt een hele dikke deel is het. Wat ik bij jullie daarbij wil meegeven, het boek is een beetje opgedeeld in dat er gewoon een titel is gemaakt en daarna komt een hele labtekst met wat er eigenlijk in die titel staat. Dus probeer voor jezelf een beetje na te gaan, goh, snap ik nou echt wat er in die titel staat? En als je dat eigenlijk weet en als je dat voor jezelf kan uitleggen of voor anderen kan uitleggen, dan begrijp je eigenlijk gewoon de essentie van dat stuk en hoef je dat niet iedere keer weer opnieuw te herhalen. Maar goed, dan dus inderdaad de eerste vraag. Wat mij handig lijkt is als jullie straks in de chat dan een A, B, C of een D zet van wat jullie denken. Geef ik jullie even bedenktijd en dan ga ik het daarna bespreken. Vraag nummer 1. Welke antwoordoptie is dus niet juist? Na de proximale tubulus is de urine iso-osmotisch. In de lus van Hende vindt reabsorptie van zouten plaats. Reabsorptie van water vindt plaats in de distale tubulus. En tijdens antidiurese wordt minder vasopressine aangemaakt. Nou, ik heb heel veel D gezien inderdaad. En daar ben ik ook blij mee, want inderdaad, dat klopt. Nou, waarom is dat zo? Dit plaatje is natuurlijk vast wel eens langsgekomen. Wat er eigenlijk gebeurt is om geconcentreerde urine te produceren, gebruikt een nier osmose, dus om water van het lumen naar de tubuli. Van het lumen van de tubuli naar het interstitium te verplaatsen. En de proximale tubulus, dus hier weer gegeven in het paars, die reserveert altijd 2/3 van de vloeistof. En dat is onafhankelijk van wat de uiteindelijke osmolariteit van de urine wordt. De vloeistof daarna is dus iso-osmotisch, dus die is gelijk gebleven. De lis van Hendelen, het stijgende deel, die reabsorbeert zouten. En dat is dus waardoor de vloeistof die de distale tubulus ingaat, uiteindelijk hypo-osmotisch is. En dat zie je dan dus hier inderdaad, dat er een dal ontstaat in de osmolariteit. Bepalend voor het uiteindelijke osmolariteit is of de distale segmenten water resorberen. En dit wordt eigenlijk gereguleerd door arginine vasopressine, AVP. En dat staat dus ook bekend als antidiuretisch hormoon, ADA. Dus AVP en ADA zijn eigenlijk hetzelfde. En wat je dus krijgt tijdens een antidiurese, oftewel een watertekort, zal dus meer vasopressine worden aangemaakt. En hierdoor neemt de osmolariteit toe. En dat zie je dus inderdaad, dat tijdens een watertekort zal de osmolariteit toenemen en wordt er dus meer water opgenomen door het lichaam. Zijn er nog vragen over? Ja, ik zie wel wat vragen in de chat verschijnen. Is begrijpen genoeg voor de selectie? Bij fysiologie zal ik het inderdaad gewoon heel erg houden op begrijpen inderdaad. Begrijp je de processen? Bij anatomie is dat inderdaad iets lastiger, want daar kan je gewoon echt feitjes vragen krijgen. Dus dat is ook weer wat meer stampen. Maar daar kom ik zo op. Zijn er nog verder vraag over deze eerste vraag? Ik zag nog één vraag over wat de distale segmenten zijn. Oh ja, de distale segmenten, dat is dus inderdaad bij de distale tubulus. Ja. Dus dat is eigenlijk het blauw gedeelte hier en de verzamelbuis. En die loopt dan hier door, zoals het groene en het paarse. Alright. Oké, dan gaan we door naar vraag nummer 2.
Even een kort intermezzo. Zoals we jullie al hebben verteld afgelopen dinsdag, is het zo dat hier heel veel tijd, geld, energie in is gestopt door zowel Anan als mij. Kijk, wij vinden dat natuurlijk geen probleem om dat vrijwillig te doen. Dat doen we graag voor jullie. Wel hebben we studenten Daan en Timo gevraagd om ook hun uren en voorbereiding hierin te steken voor jullie. Mochten jullie nou zoiets hebben van, nou, ik voel me echt geholpen door deze stof, door de oefenvragen. En wil je iets bijdragen, dan mag dat zeker. Het komt echt ten goede aan zowel Daan als Timo en aan uitbreiding van het platform. Dus dank je wel in ieder geval voor je bijdrage en succes met de rest van de stof. Dat is dus een laag extracellulair volume, zal leiden tot minder excretie van natrium. Nou, en welke processen vinden daarbij plaats? Dit is dus een multiple choice vraag, dus er zijn twee goed. Is het A, toegenomen druk bij de baroreceptoren? Is dat B, activatie van het RAS-systeem? Is dat C, vrijkomen van ANP? Of is dat D, de productie van ADH? Ik denk dat iedereen wel antwoord heeft gegeven. Kunnen we doorgaan? Het is inderdaad B en D. Waarom dat is, in dit figuur zie je dus eigenlijk wat er gebeurt bij dus een laag extracellulair volume. Wat er dan gebeurt is dat de baroreceptoren, die dus de bloeddruk registreren, de druk daarin zal dus verminderd zijn. En het lichaam zal juist minder ANP aanmaken. Want wat is ANP? Nou, ANP is natriurese peptide. Oftewel, dat zorgt dus voor natriurese. Oftewel, dat zorgt ervoor dat je natrium uitscheidt in de urine. En bij een laag extracellulair volume wil je dat niet, want natrium zorgt er dus voor dat je vocht vasthoudt. Nou, wat er dus wel gebeurt in het lichaam, is dat het zorgt voor het RAS-systeem. En dat staat dus voor renine, angiotensine 2 en aldosteron. En de productie van het hormoon dat we net ook besproken hebben, ADH, wat weer zorgt voor absorptie van water. En hier zie je dus inderdaad activatie van het RAS-systeem. En hier zie je dat de hypofyse ADH aanmaakt. Dit is een vraag. Cortisol wordt in de bijnieren gevormd door. En is dat dus inderdaad A, de medulla, B, de zona reticularis, C, de zona fasciculata of D, de zona glomerulosa? Dat is inderdaad C, de zona fasciculata. En ik weet eigenlijk zeker, dit is een vraag die op de selectie gaat komen. Of het is inderdaad met aldosteron, of het is met cortisol, of het is met adrenaline. Ja, het is iets wat je wel inderdaad heel makkelijk door elkaar kan halen. In de zona fasciculata wordt cholesterol dus omgezet naar cortisol. En wat hierbij kan helpen is dat je dus denkt aan ezelsbruggetje GFR. En dat is dus dat je eerst de zona glomerulosa hebt, die cortisol produceert. Dan de zona fasciculata en dan de zona reticularis. Ja, zorg er dus voor ook, hier ook in het overzicht staat epinephrine, is in het Engels, maar is eigenlijk gewoon hetzelfde als adrenaline natuurlijk. En adrenaline, dat is misschien ten overvloede, maar daar zit eigenlijk het Latijnse woord ad en ren in. Ren is de nier, ad is bij of naar, tot tegenbij, zoiets. Dus het is ook de bijnier. Dus adrenaline wordt sowieso in de bijnier aangemaakt. Dat is misschien ook nog een ezelsbruggetje. Dan zal ik nog vaak nog een keer ezelsbruggetje doen. Dus GFR. Dus inderdaad van buiten naar binnen. Dus inderdaad zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Zo, we gaan weer verder. Even een korte vraag over die Pomodoro-techniek. Want ik zag dat iemand de vraag had gesteld van, moet je 25 minuten aanhouden of kan je niet wat verlengen? Je zou hem wat kunnen verlengen inderdaad, 25 minuten is best wel kort, maar ik zou niet meer dan 40 aanhouden en dan wel even een pauze nemen van 5 minuten, dat als max aanhouden. Ja, en dan werd nog een vraag gesteld over of cortisol ook niet wordt aangemaakt in de zona reticularis. Blijkbaar kan ook een beetje cortisol aangemaakt worden door de zona reticularis. Maar ik zou hierbij gewoon zeggen, niet te moeilijk denken. In principe wordt het voornamelijk gemaakt door de zona fasciculata. Dus inderdaad, als je ook maar één antwoord kan geven, dan weet je ook gewoon, ik moet voor die kiezen. Maar wel heel erg onder de indruk ben ik, dat zeker. Ja, en ik denk ook inderdaad van, dat is lastig, maar probeer niet te moeilijk te denken ook. Dus als je zo'n vraag krijgt, inderdaad, denk na van, wat is het meest logische antwoord? En ga daar dan gewoon voor, maar ja. Oké, en dan gaan we door naar de anatomievragen. Ja, en dit is dus inderdaad wel wat meer feitjes leren eigenlijk. Toch wat meer inderdaad alle structuren stampen. Dus de eerste vraag, dit is dus weer een multiple choice vraag. Wat zijn de kenmerken van een synoviaal gewricht?
Ja, dus nogmaals, kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Is dat dus de aanwezigheid van elastisch kraakbeen, de aanwezigheid van hyalinkraakbeen, dus een gewrichtscapsule met binnen een synoviaal membraan en buiten een fibreus membraan, een gewrichtscapsule met binnen een fibreus membraan en buiten een synoviaal membraan. Het maakt beweging mogelijk of het zorgt juist voor beperking van beweging. Maar goed, er zijn wel veel dus goede antwoorden gegeven. Nogmaals, lekker bij nogmaals lekker bezig. En inderdaad, nou, wat zijn dus inderdaad de kenmerken van het synoviaal gewricht? Daarbij zijn dus de botten van elkaar gescheiden. Maar dit wordt eigenlijk opgevuld met hyaline kraakbeen, wat hier weergegeven is in het blauw. Verder is er een gewrichtscapsule met dus aan de binnenkant een synoviaal membraan. Die produceert ook synoviale vloeistof. Dat is eigenlijk een soort gewrichtssmeer is dat. En buiten een fibreus membraan, die zorgt voor stevigheid. En synoviale gewrichten die maken gewoon beweging mogelijk. Andere structuren die je nog moet kennen of die voor kunnen komen bij dit soort gewrichten zijn bursa, peesscheden en deze fatpads, een soort van vetkamers zijn dat, die dienen dan ter bescherming van het gewricht. En Timo, kun je misschien, heb je een voorbeeld van waar je een fatpad kan vinden? In de knie volgens mij toch? Ja. 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 Daar heb je vetweefsel zitten. Hoe heet die? Ik weet alleen niet hoe die heet. Hij heeft een naam. Ja, in principe, zeg maar, wat de klinische relevantie ook is, het gaat misschien iets te ver, maar van zo'n vetpad is eigenlijk dat die plek ook ontstoken kan raken. Dus als je een gewrichtsontsteking hebt, kan ook die vetpad mee gaan doen. En dan heb je dus inderdaad een heel opgezwollen rood gewricht met dus ook een opgezwollen vetpad. Ja, in het lichaam van Hoffa, inderdaad. Dank je wel. Ja. En de patella, dat is de knieschijf, trouwens. Dat is ook goed om te weten. Ja. Nou, we kunnen denk ik doorgaan naar de volgende vraag. Dit gaat over de carpale tunnel. Toen ik ook zag dat jullie dit onderwerp hadden, dus nou, over de hand, toen schrok ik best wel, want ja, dat is gewoon echt heel lastig. Want inderdaad, je moet gewoon veel anatomische structuren, je moet dus die botten kennen, de spieren, de gewrichten. In de tussentijd zie ik dat er al heel druk geantwoord wordt. Dus inderdaad, welke structuur loopt niet door de carpale tunnel? Zijn dat de pees van de musculus flexor digitorum superfacialis? Zijn dat de pees van de musculus flexor digitorum profundus? Is dat de nervus medianus, de nervus ulnaris of de pees van de musculus flexor pollicis longus? Oh, en als ik nog een vraag binnenkomen, zeggen ze dus inderdaad hoeveel antwoorden goed zijn. Je kan inderdaad wel zien of het dus één antwoord goed is of dat het een multiple choice vraag is. Dat zie je dus aan de manier waarop je vormgegeven is, maar daar gaan we straks nog meer over vertellen. Je weet dus bij een multiple choice vraag niet hoeveel het er goed zijn. Dat moet je dus dan zelf bedenken. Maar dan gaan we door met het antwoord van deze vraag. En dat is inderdaad D, de nervus ulnaris. En dan inderdaad het plaatje. Ja, wat je inderdaad, het is eigenlijk heel druk dit, want je ziet inderdaad heel veel verschillende structuren en je kan misschien wel denken van, oh god, wat is dit allemaal? Denk ik soms ook nog steeds. Probeer eigenlijk gewoon een beetje voor jezelf te bedenken van, als je misschien inderdaad alle namen afdekt, dat je inderdaad kan benoemen, wat zie ik hier? En is inderdaad hierboven de nervus ulnaris, die loopt dus niet door de carpale tunnel. De andere structuren van de vraag, die lopen er wel doorheen. Heb je misschien nog een algemene tip hoe je dit plaatje aan kan vliegen? Want hoe in vredesnaam weet je nou snel waar je naar kijkt? Wat is jouw ervaring daarin? Hoe pak jij dat aan? Ja, ik kan zelf niet heel goed tekenen. Maar ik vind het toch altijd inderdaad wel fijn om een soort van overzicht daarvan te maken. Want dan heb je toch inderdaad iets grafischer voor jezelf waar alles precies zit. Ja, top. Oké, even kijken hoor. Ja, ik zie nog een vraag van wat is de logica van de termen hier? Daar kan ik nog wel wat over vertellen. Want je hebt inderdaad, je kijkt dus inderdaad zo, misschien een beetje moeilijk om het zo voor de camera te doen. Je kijkt zo voor de hand. Maar in principe, dat kan je bij jezelf inderdaad voelen als je je hand naar jezelf toe buigt. Dat is dus inderdaad flexie. Dan voel je inderdaad dat de pezen, je onderarm, die voel je dan ook inderdaad aanspannen. Dus dan weet je, dat zijn de flexoren van de onderhand, of van de hand. En andersom, als je je pols in extensie brengt, dan voel je de pezen aan deze zijde. Dus dan weet je, daar liggen de extensoren. En dat kan je dan dus ook inderdaad zien op het plaatje.
Ja, en dit zijn allerlei verschillende Latijnse termen waarbij inderdaad Timo al aangeeft dat extensor eigenlijk staat voor de strekker. Terwijl bijvoorbeeld de flexor meer eerder de buiger is. Maar je ziet ook de abductor. Dat kennen jullie misschien ook vanuit de sportschool. Maar abductie is eigenlijk dat je ja, eigenlijk naar van het centrale punt een beweging afmaakt. Terwijl abductie juist er naartoe is. Dus eigenlijk op die manier kun je deze termen aanvliegen. Maar je zult zien dat uiteindelijk als je in je eerste jaar zit, dat er best wel inslijt. Ja, ik heb zelf geen Latijn gehad. Maar op een gegeven moment, je leert wel een beetje inderdaad de logica die erachter zit. En dan word je er steeds handiger in. En dan is in de vraag welke stelling is onjuist. Het omentum majus ontstaat uit het dorsale mesenterium. Het foramen omentale verbindt de lesser sac met de greater sac. Het lever en de galblaas ontstaan uit het ventrale mesenterium. Of tijdens de embryonale ontwikkeling draait de maag tegen de klok in. En het is inderdaad, ja, dus welke stelling is onjuist? Het is inderdaad D. Dat kun je dus inderdaad zien op het volgende plaatje. Daarbij ontstaat de mild, die hier in het paars, uit het dorsale mesenterium. Dus dat is het ophangband. Van dus ook de maag. En de lever, die ontstaat dus uit het ventrale mesenterium. En dan is inderdaad, wat is inderdaad in godsnaam de lesser sac en de greater sac? Ja, oh, dat de lesser sac, dat zie je dus hierachter. Dus het is inderdaad achter de maag gelegen. En je hebt het via het foramen omentalis, de blauwe lijn hier, wordt het verbonden met de greater sac. Dan heb je nog het momentum maium en het momentum minus. Het momentum maium, die zie je inderdaad hier. En dat is een soort van uitstulping die dus voor de darmen is gelegen. En het momentum minus, die is tussen de maag en de lever in. En bij de embryonale ontwikkeling, moet ik het eens even goed zeggen, dus de maag met de klok meedraait. En dus niet tegen de klok in. Ja, en dat was dan weer de laatste vraag die ik had voorbereid. En dan gaat nu Daan wat vertellen over dus, hoe overleef je de selectiedag zelf. Dat is inderdaad de eerste slide, want jullie hebben al een hele hoop geleerd en dat is in de antwoorden ook te zien. Er zitten een hoop goede antwoorden tussen. Maar ja, dan heb je zo meteen nog wel de echte decentrale selectiedag die je door moet komen. En om deze dingen die hier op de slide staan een beetje te voorkomen, wil ik jullie even kort door de dag heen lopen. Er zijn een paar dingen waar ik het over wil hebben. Als eerste het dagprogramma. Ik zal het toetssysteem en het soort vragen nog even bespreken. Klein stukje aanhaken op wat Timo net ook verteld heeft. Nog een stukje over de non-cognitieve toets. Als eerste het dagprogramma zelf. Dit zal voor jullie misschien wat anders zijn. Ik heb het gebaseerd op hoe het bij mij was. Maar in grote lijnen zal het hetzelfde zijn. Je bent zo met een hele grote groep mensen die allemaal tegelijk die toets gaan maken. Van tevoren moet je ingecheckt worden, controleren dat jij het bent. Daarvoor dus je idee mee. Daarna krijg je die kennistoets die je gaat maken. Pauze tussendoor en dan de motivatie en non-cognitieve toets. Ik lees net dat de pauze tussentijds er is weggehaald door Wouter die dat zegt. Blijkbaar is dat veranderd dan. Dus dan is dat anders geworden. Punt verder is wel hetzelfde. Motivatie moet je thuis maken. Oké, dan is dat veranderd. Wist ik niet. Maar zo leren wij ook weer wat nieuws. In ieder geval, voor de dag zelf, dat inchecken en zo. Zorg dat je dat op tijd doet. Er zijn een hele hoop mensen die ingecheckt moeten worden en die een plekje moeten krijgen. Dus kom op tijd. En zorg dat je je spullen meeneemt. En maak de dag van tevoren alvast een lijstje met, joh, dit moet ik meenemen. Dan kom je niet op die ochtend van tevoren nog daar te staan met, heb ik mijn idee wel bij me? Heb ik een pen? Heb ik een flesje? Heb ik allemaal dat soort dingen? Dan mag je door. Dit soort dingen. Vergeet het niet. Wat belangrijk is. Ja. Kom ik zo nog op. Toetssysteem en vragen. Het programma waar de UU mee werkt, dat is Test Vision. Je kan hier een screenshotje zien met daar wat uitleg in. Ik hoop, en dan moeten jullie me ook weer even op controleren of dat klopt of niet, of jullie een linkje hebben gekregen met een oefenomgeving, dat je Test Vision al in kan kijken. Wij hadden dat toen de tijd wel. Kijk, dat is mooi. Aanrader, doe dat even. Dan kom je niet in een vreemde omgeving terecht waar je zo meteen in moet werken. Even kort, wat kun je erin zien? Onderin staat een balkje met de vragen. Eventueel gemarkeerde vragen of vragen die nog open zijn. Vragen markeren kan. Gênant verhaal, ik kwam daar pas achter toen ik in het tweede jaar van de studie zat. Tot die tijd heb ik het niet gedaan. Maar dat kan dus. Gebruik het als je het fijn vindt, maar je kan dus ook de studie doorkomen zonder het te doen. Het soort vragen. Eigenlijk wat Timo net ook al behandeld heeft.
En wat jullie ook gaan zien als jullie in de oefenomgeving komen. De meerkeuzevragen, de meer op meer vragen, de sleepvragen en open vragen. Die open vragen waren bij ons vooral voor het motivatiedeel. Nou, die hebben jullie dus thuis. Dus daar zou ik niet te veel op aanhaken. Wel wat Timo net al zei, het verschil tussen de meerkeuzevragen en de meer op meer vragen kun je zien. Bij een meerkeuzevraag waarbij één antwoord goed is, wordt het antwoordoptie aangegeven met een rondje. Als je meer opties aan kan klikken, dan is het een vierkantje. En meestal wordt het in de vraag ook wel gezegd. Ook hiervoor kijk dat oefenprogramma even door van TestVision. En dan weet je hoe het eruit ziet en kom je niet voor verrassingen te staan. Yes, mag die door. Dan, vraagtactieken. Jullie hebben net al een aantal vragen gehad. En waar ik nog op wil aanhaken is, joh, hoe kun je die vragen nou het beste aanpakken? Als je een antwoord direct weet op een vraag, is het mooi. Maar wat nou als je dat niet weet? Of wat nou als je twijfelt? Stap 1, lees de vraag goed. Het lijkt een hele simpele, maar het zou heel zuur zijn als je een keer over het woordje niet heen leest. Of als je juist leest, terwijl er onjuist staat of andersom. Dus begin daar. En dan wat ik al zei, als je het antwoord weet, dan weet je het antwoord. En dan kun je dat gewoon invullen. Mocht dat nou niet zo zijn, tactiek is altijd afstrepen. Welke antwoorden zijn sowieso fout? Of welke twijfel je over? Of welke zijn sowieso niet allebei tegelijk goed? Je zag dat net bij die vraag van Timo over die gewrichten. Over het synoviale membraan en het fibreuze membraan. Die twee antwoorden kunnen nooit tegelijk goed zijn. Dus het is of de een of de ander. Daarbij ook een stukje wat past het beste. Ook weer voorbeeld. Die verschillende zones voor cortisol. Kies er dan één. En je kan eventueel nog een opmerking erbij zetten. Joh, volgens mij is dat tweede antwoord ook goed of half goed. Maar kies wat het beste past. Wat ik eronder had gezet. De vraag en het antwoord terug laten komen. En de subvragen zijn voor de open vragen. Dus die zal ik nu niet heel uitgebreid bespreken. Stel je krijgt ze wel. Laat de vraag en het antwoord terugkomen. Voor de motivatie bijvoorbeeld. Kom ik zo nog op terug. En kijk of je alle deelvragen van een open vraag beantwoordt. Dan mag die door. Yes. Motivatietoetsen en non-cognitieve toetsen zullen jullie ook al het een en ander over gehoord hebben. Non-cognitieve toets is KS gebaseerd. Ik zal er zo eentje laten zien. En het gaat een beetje over, ja, wat is nou goed gedrag, wenselijk gedrag op non-cognitief niveau. Ze zeggen, je kan er niet voor leren. Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk als je een paar vragen gezien hebt, of een paar vragen opzoekt, dat je in ieder geval een beetje weet in welke richting ze gaan denken. En dan nog voor je motivatietoets. Nou, dit kan dus een beetje drama uit, omdat jullie ze niet meer op locatie hoeven te schrijven. Maar weet wel, kijk, je kan een motivatietoets ook voorbereiden. En ik zal zo een aantal vragen laten zien waar je aan kan denken, die ze waarschijnlijk wel gaan stellen. Wat maakt jou uniek als student zijnde, als iemand die geneeskunde wil studeren zijnde? Het is heel leuk. Kijk, Utrecht heeft in het derde jaar de co-schappen. Maar als je zo meteen 1500 man hebt die gaat opschrijven. Ik wil graag in Utrecht studeren, omdat ik dan in mijn derde jaar co-schap ga lopen. Ja, dan differentieer je niet echt uit. Misschien heb je persoonlijke ervaringen, misschien heb je persoonlijke kwaliteiten. Die zitten er vast allemaal. Dus denk daarover na. En dan heb ik nu twee voorbeeldjes voor allebei nog om even langs te lopen. Mag die door. Je beste vriend is vandaag jarig, geeft een feestje wat al weken gepland staat. En vandaag hoor je dat je morgen tijdens je werkgroep een presentatie moet geven. En die presentatie is om je werkgroepgenoten van een hoop informatie te zien voor tentamen. Wat doe je? Nou, dat zijn je opties. Mailen dat je later een samenvatting stuurt, maar dat je morgen een presentatie kan geven. Nu hard aan de slag gaan en dan nog even naar de verjaardag. Of eerst naar de verjaardag, dan morgen vroeg de wekker. Of je plant snel wat in elkaar. Misschien net niet voldoende, maar het is toch niet voor een cijfer. En deze vragen die staan niet op tentamenbasis bij ons, maar ze zijn volgens mij wel ergens op het internet te vinden. Ik kan me herinneren dat ik er wel een paar heb gezien voordat we de selectie ingaan. Ik weet niet of Timo dat kan beamen of niet. Ja, ik zelf had
ze niet gezien. Maar okay. Dit is een goed voorbeeld van de vragen die gesteld kunnen worden. Ja. Nu is het misschien een beetje een inkoppertje. En bijvoorbeeld vraag C, ja, daar, of antwoord C, naar de verjaardag en dan morgen vroeg de wekker, is ook wat voor te zeggen. Ja, mede dat je later een samenvatting stuurt, is misschien een mindere optie. Omdat je dan je werkgroepgenoten benadeelt. Maar dit zijn wel het soort vragen wat je kan verwachten. En ook situaties over je co-schappen, of als deze zorgstage, of als je vervelend bejegend wordt door collega's of door artsen of dat soort dingen. Dus dat is een beetje de richting waar je kan denken. Daan, nog heel even een vraagje misschien ook voor de rest. Stel, er staat inderdaad een vraag over, je wordt onheuselijk bejegend door een arts tijdens je co-schap. Hoe zou je daarmee omgaan? Ja, ik heb zelf het geluk gehad dat niet mee te hoeven maken tijdens mijn co-schappen. Maar ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat je daar wel als collega van hun staat. Uiteindelijk. En dat je dus ook voet bij stuk mag houden en dat je dat ook wel mag melden. En dat hoeft niet direct naar zo'n arts te zijn van, joh, ik vond het niet chill. Kan wel als je daar, als je genoeg zelfvertrouwen hebt om dat op die manier te doen en je denkt dat dat redelijk is, dan kan dat. Maar weet dat er vanuit de opleiding en vanuit de ziekenhuizen ook genoeg andere aanspreekmogelijkheden zijn. Om het daarover te hebben, zeg maar. Dus dat is denk ik wat ik zou doen. Motivatietoets. Jullie krijgen dus thuis, bij ons was dit in de zaal, gewoon in het educatorium, mochten we stukjes tikken, zeg maar, over, waarom wil je geneeskunde gaan studeren, waarom wil je het in Utrecht gaan doen, wat zijn goede eigenschappen van je die je een goede arts zouden maken, waar zou je aan willen werken. Dit is een beetje de richting die je kan verwachten, of ze moeten dat ook helemaal op de schop gegooid hebben, maar dat denk ik niet. Hierbij dus even terugkomend, je kan dit voorbereiden en ik zeg niet, schrijf een heel ding van tevoren op. Maar denk er wel over na, joh, waarom nou? En wat maakt jou uniek? Ik denk dat de twee belangrijkste dingen zijn om voor je motivatietoets mee te nemen. Klaar om in te leveren. En dit geldt voor je non-cognitieve toets, dit geldt voor je kennistoets. Als eerste neem de tijd. Beter een goed antwoord dan een gehaast antwoord. Je hebt ook wel voldoende tijd, denk ik. Als je goed in de stof zit, dan moet dat lukken. Controleer of alles beantwoord is. TestVision doet dat ook voor je. Op het moment dat je op dat programma drukt op inleveren, dan geeft hij aan, joh, weet je zeker dat je in wil leveren en eventueel nog, je hebt zoveel vragen nog openstaan of niet. Of je nog een laatste controle wil doen, is dan aan jou. En dan kun je inleveren en dan ben je rond. Yes. Ik zie nog vragen. Mag je vragen overslaan tijdens het toetsen en later op terugkomen? Ja, dat mag. Dus daarvoor is dat markeren misschien ook handig. Van, joh, deze vraag weet ik nog niet zeker of heb ik nog niet ingevuld. Soms kan een andere vraag je ineens inspiratie geven voor het goede antwoord op een eerdere vraag. Dus je kan zeker heen en weer klikken. Ja, dan eigenlijk deze slide. Zorg goed voor jezelf. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik jullie mee wil geven. Dan mag die naar de volgende. En dat begint dan met dit soort dingen. Eten, drinken, slapen, sporten en ontspannen. Ik ken genoeg mensen die op het moment dat ze een tentamen hebben, veel minder gaan slapen. Tot laat doorhalen en dan maar een Red Bull er doorheen rammen om 2 uur en nog denken van, hé, ik kan nog wel 3 uurtjes. Ik zou liever om 11 uur gewoon in mijn bed gaan liggen en dan die dag daarna met een fris hoofd met tentamen maken dan die 3 uurtjes nog doorhalen. Eten, drinken, sporten. Ik heb zelf een ritueeltje voor mijn tentamens. Dat is 1, een banaan eten en 2, een rondje hardlopen. Ik heb niet, zoals Annan en Milena, mooie wetenschappelijke literatuur erbij. Maar de ervaring leert wel dat werkt. En neem de tijd om te ontspannen voor je tentamen. Muziekje luisteren of even wat anders doen. Werkt denk ik beter dan als je nog helemaal door wil leren. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen. En tijdsnood durf ik je ook niet te zeggen. Persoonlijk ken ik denk ik niemand die echt in tijdsnood kwam. De meeste mensen die hebben het op zich wel gehaald. Ik weet niet of vanuit jullie nog aanvullingen. Nee, als ik sowieso nog heel erg terugdenk aan de middelbare, dan had je dan wel eens echt tentamens dat je dan op het einde zat van, ik moet nog zoveel doen en ik heb echt geen tijd gehad om alles in te vullen. Over het algemeen is het zo dat je bij geneeskunde tentamens, je hebt echt meer dan genoeg tijd. Dus voor tijdsnood maak ik mezelf nooit druk eigenlijk. Nee. Oh, en de vraag wat ons uniek maakt. Oeh, dan moet ik nog eens hard gaan nadenken ook, jeetje. Ja, ik weet niet of het echt iets is wat mij uniek maakt. Maar ik heb altijd heel lang gezegd dat ik juist geen arts wilde worden. Ik heb eerst biomedische wetenschappen gedaan. Heb ook afgemaakt. Juist omdat ik inderdaad dacht, het is interessanter om op het lab op te gaan. Echt dat je één onderwerp pakt en dat je daar alles van wilt weten. Dus inderdaad, ja,
gewoon meer, veel meer echt celbiologie, die hard. Maar ja, gaandeweg realiseerde ik me toch wel iets meer dat ik de kliniek leuker vond. En dat was op een gegeven moment voor mij toch wel de keuze om wel geneeskunde te gaan doen. En ik ben wel heel blij dat ik dat ook heb gedaan. Ik merk ook inderdaad dat ik het een stuk leuker vind. En ja, dat heb ik een beetje als mijn motivatie gebruikt. Ja, ik zat even te denken, wat bij mij heel erg motivatie was, ik was op het sportveld, zeg maar, op het moment dat mensen blessures hadden of een keer onderuit gingen, dan was ik altijd degene die verbandjes ging leggen, ging tapen en dat soort dingen ging doen. En ik merkte dat ik dat heel leuk vond. En ja, een beetje in die richting en de interesse in menselijk lichaam er zo ingekomen. En met Uniek, ja, kijk, je hoeft niet een super speciaal verhaal te hebben, maar... Probeer het wel op deze, wat Timo net ook zei, dat je die kliniek, dat je het daar op gooit in plaats van dat je zegt van ja, mensen willen helpen, want dat kan ook in een hele hoop andere vakken. Ja, wat ik ook kan helpen is dat je het een beetje persoonlijk maakt, hè? Dus kijk, misschien is er een specifieke reden waarom jij geneeskunde bent gaan studeren, zeg maar, iets wat er in je privésfeer is gebeurd. Of kijk, mijn broer heeft bijvoorbeeld een auto-immuunziekte, dat vond ik altijd heel interessant. SLE, ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar goed. Misschien van Dr. House, hebben jullie daar wel eens van gehoord? Lupus? It's never lupus. Ja, precies, it's never lupus. Maar eigenlijk komt het op neer dat je gewoon van alles kunt krijgen. En ik vond dat gewoon heel interessant, van hoe zit dat, weet je wel. En vandaar dat mijn interesse is gegroeid. En ik wilde gewoon weten wat er achter al die ziektes zat. En als je het persoonlijk maakt, dat is eigenlijk de boodschap die ik wil overbrengen. Dan maak je jezelf dus uniek, inderdaad. Dus er moet eigenlijk een specifieke reden aanwijzen. Hè? Dus een beetje afhankelijk van ja, jouw situatie op dat moment. En wat jouw motivatie was, wat jouw drijfveer was. En als je het heel algemeen maakt, dan verklein je wel je kans natuurlijk. Want je moet het zo zien, hoe unieker, hoe meer zij denken van dit hebben we nog niet gehoord. Ik zal niet ingaan op wat mij per se nou uniek maakt. Maar ik zag ook nog een andere vraag van Lisa. Of je geneeskunde ook makkelijker vindt omdat je biomedische wetenschappen hebt gedaan. Toevallig heb ik net als Timo ook biomedisch gedaan. Ik heb het eigenlijk ook een tijd gecombineerd. Dus ik heb een tijd zowel biomedische wetenschappen gecombineerd met de bachelor geneeskunde. Ik vond zelf dat het biomedische wetenschappen gaat net eventjes iets dieper in op celniveau. Dus bijvoorbeeld, hoe ontstaat kanker? En dan leerde ik eigenlijk even later bij geneeskunde, leerde ik dan, hoe ziet de patiënt voor mij eruit met kanker? Dus wat voor klinische kenmerken kan ik daarbij verwachten? Dus eigenlijk die combinatie vulde elkaar heel erg mooi aan. Het was weer net vanuit een andere hoek ingestoken. Maar ik vond het ja, misschien ietsjes makkelijker wel, omdat sommige stof, met name de basale stof, wel aardig overeenkwam. Maar het vervangt elkaar niet helemaal. En inderdaad, hoe lang zou je studeren? Hoe lang zou je herhalen, zeg maar, voor de komende toets? Dat is echt persoonlijk. Ik zou vooral denken aan de effectieve leerstrategieën zoals Anan ook heeft gepresenteerd. Zorg er gewoon voor dat je ook voldoende pauze neemt tussendoor. En in ieder geval dat het allemaal behapbaar blijft ook voor jezelf. Maar dat is best wel persoonlijk. Want bijvoorbeeld zoals Daan zegt. Daan zit nu inderdaad richting 5 uur per dag. Maar dat kan heel erg verschillen van student tot student. Even kijken. Hoe lang zouden jullie persoonlijk over deze selectiestof doen? Ja, deze vraag is heel erg gekleurd natuurlijk, omdat wij deze stof al eerder hebben gezien. Dus dat verschilt heel erg. Ik kan er geen accuraat antwoord op geven waar je zelf een goede indicatie uit haalt. En zoals Wouter al zegt, als antwoord op de vraag van Milou, is elk deel even belangrijk. Het gaat inderdaad hoofdzakelijk om het cognitieve deel. Maar ze zullen echt wel de om het even heel lullig te noemen, de rotte appels eruit filteren als jij een soort van heel standaard antwoord alsnog geeft op je motivatie van ik wil mensen helpen en ik wil graag naar Utrecht omdat de co-schappen in jaar 3 zijn. Ja, zorg ervoor dat je het inderdaad, zoals Daan al eerder heeft gezegd, gewoon echt uniek maakt en bij jezelf houdt. All right. Dan,
Ja. Zijn de vragen van net representatief? Ja, in principe zijn deze representatief. We hebben grotendeels ook geput uit onze eigen ervaringen. En ook qua vakken die we zelf... We hebben ook oefenvragen die we zelf ook beschikbaar stellen voor de vakken. Van geneeskunde jaar 1 tot en met 3. Daar hangt dit ook heel erg mee samen, dit niveau. Ja. Ja. En ik vroeg me nog af, Timo en Daan. Misschien zit ik hier heel erg voor het blok. Timo, hoe lang heb jij gedaan over die decentrale selectiestof? En dan ben jij begonnen met leren, heb je dat aangepakt? Enzelfde vraag voor jou eigenlijk, Daan. Ja, ik denk dat Daan deze wat beter kan beantwoorden, want ik had ook nog tentamens van biomedische wetenschappen. Dus okay. ik heb een wat andere, niet echt goed vergelijkbare route gedaan met leren. Ik kom rechtstreeks van de middelbare, dus ik heb in de zesde, in december, kregen wij de stof. En ik ben daar eigenlijk vrij snel gewoon direct mee bezig gegaan. Alleen, kijk, je kon toen niet fulltime alleen maar dit leren. Dus hoe lang ik erover gedaan heb, ja, ik heb wel tot echt de week van tevoren ben ik gewoon nog bezig geweest. En als je het uitspreidt, dan zit er wel een hele hoop uren in. Dus ik zou niet durven zeggen van, joh, ik heb er zoveel uren aan besteed. Of ik heb er zoveel tijd aan besteed. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik weet niet wat, Timo, jij komt vanuit biomedisch. Dus voor jou is het waarschijnlijk een deel al bekende stof. Zeker bij onze selectie met die kanaaltjes en zo. Ja, deels inderdaad. Had ik inderdaad ook al gehad. Maar deel van inderdaad anatomie, dat was dan inderdaad... was nieuw, was dat. Dus ik vind het ook heel moeilijk zeggen hoe lang ik er mee bezig ben. Nou, echt mee bezig ben geweest. En de andere vraag over of we de leerstof pittig vonden. Ik vond het wel pittig. Het was heel anders dan wat ik vanaf de middelbare gewend was. Veel lastiger, veel gedetailleerder. En ik had geen webinar toen, dus ik had geen idee wat ik moest verwachten. En weinig oefenstof en zo. Ik had een stapel uitgeprinte papieren van die boeken. En die ben ik gaan leren. Gewoon heel droog. Dus dat is, dat was pittig. Als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, dit had ik slimmer aan kunnen pakken. Je leert gaandeweg een beetje wat er van je verwacht wordt. Maar dat is nu dus heel lastig te zeggen. Ja, en dan hadden we nog wat vragen doorgestuurd gekregen, die we dan ook nog willen beantwoorden. Dan wacht ik naar de volgende. Ja, dat was, zouden jullie duidelijk uitleggen willen geven voor de fase recta, wat het doet en wat voor veranderingen in de fase recta kunnen zijn met gevolgen erbij. En de GFR, of je tips uitleg kan geven over de GFR, want ik begrijp het wel, maar extra uitleg is wel fijn, want ik vind het een beetje vaag. Nou, ik vind het ook nog steeds vaag hoor, dus... Goed. Eerst dus die fase recta. De functie van de fase recta is, het zorgt voor het transport van zuurstof en van voedingsstoffen richting dus de verzamelbuis in de nieren. En het neemt eigenlijk water en de nuttige zouten die uit de verzamelbuis komen, die neemt het weer op in het bloed. En wat erbij belangrijk is om te weten, is dus inderdaad dat de vorm van de fase recta, dus inderdaad dat die zo, een soort krulvorm heeft, en de lage stroomsnelheid van het bloed, die zorgen ervoor dat de hoge osmolariteit in het interstitium behouden blijft. En dat is belangrijk bij de reabsorptie van water. En dat voorkomt dus dat er een washout plaatsvindt. Zo wordt het in Boren en Boelpap genoemd. Dan dus eigenlijk de GFR, dat zie je dus in het plaatje hiernaast. Ja, de GFR is dus eigenlijk deel van het bloedplasma, dat wordt gefilterd tot de voorurine, dat is in het kapsel van Bouwman terechtkomt. En deze waarde zegt eigenlijk iets over hoe goed de nieren werken, en waarvan het afhankelijk is. Dit is iets meer achtergrondinformatie, dus hoeven jullie niet helemaal te weten. Maar die GFR die is afhankelijk van dus de hydrostatische druk. Dat zie je hier weer gegeven. Dus de druk in de bloedvaten zelf en de colloïd-osmotische druk in het kapsel van Bouwman. Maar nogmaals, dat soort achtergrondinformatie, dat hoeven jullie niet te weten. Dan zie ik een vraag over, is er bij hoge bloeddruk meer of minder flow door de fase recta en dus meer of minder wash-out? Ja, in principe inderdaad. Is dat logisch beredeneerd? Hoge bloeddruk zorgt dus inderdaad voor meer flow. En heb je dus meer washout van het interstitium.
Dan de volgende vraag was: in de botten van de hand zie je dat de distale carpal bones articuleren met de metacarpals. Mij is het niet alleen helemaal duidelijk welke carpal bones en met welke metacarpals. Bijvoorbeeld of het os capitatum zowel metacarpal 3 en 4 articuleert of alleen met 3. Hebben jullie hier verheldering over? Ja, een hele uitgebreide vraag, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is dat je dit figuur snapt, maar je hoeft echt niet te weten welke botten articuleren op welke andere botten. Want dan, ja, dat wordt gewoon veel te uitgebreid. Dat zullen ze echt niet verwachten bij de selectie. Ik heb het wel even opgezocht. Ja, je hebt dus inderdaad de distale rij van de carpale botten, die articuleert dus op de metacarpale bot hierboven. Dan heb je hier het os trapezium. Die is verbonden dus met metacarpaal 1 distaal en 2 mediaal. Heb je het os trapezoïde, die zit hier. Die is verbonden met 2 distaal. Je hebt het os capitatum, die zit hier. Die is verbonden met, moet ik het goed zeggen, met 2, 3 en 4. En het os hamatum, moet ik even kijken. Ja, dat is die. Die is dus verbonden met 4 en met 5. Maar nogmaals, ik vind het dus een goede vraag, maar dit is zoveel in detail, je hoeft het echt niet te kennen hoor, maak je daar maar geen zorgen om. Gaan we door naar de volgende. Of de articulatio radio-ulnaris in het proximale gedeelte een pivot joint is, en is dat ook zo in het distale gedeelte van het gewricht, want het distale gedeelte glijdt de radius over de ulna, maar dit is wel in het transversale vlak, dus zou je dat kunnen zien als rotatie, of hoe zit dit, en wat voor soort gewrichten zijn arterio? Radio-ulnaris, proximalis en distalis dus. En daarvoor heb ik dit plaatje gebruikt. Ja, de arterio-radio-ulnaris is dus een rolgewricht. Dat is zowel de proximalis als de distalis. En een leuk ezelsbrugje om erbij te leren is, want je hebt natuurlijk de pronatie en supinatiebeweging, maar ja, hoe onthoud je dat nou? Dit is dus pronatie, en dan moet je eigenlijk soort van bedenken dat je een biertje inschenkt, dus dat je soort van aan het proosten bent. En dit is dus de supinatiebeweging. Zou je eigenlijk kunnen zien dat je een soort van lepel gebruikt om soep mee op te scheppen. Dus zo kun je het een beetje onthouden. Maar goed, het is dus een rolgewricht. En het zorgt dus inderdaad voor een pronatie- en supinatiebeweging. Nou, en de volgende vraag, Melene, wil jij die doen? Ja, eigenlijk ging deze vraag met name over wat nou intraperitoneaal ligt en wat niet. En hoe moet je dat nou voor je zien? Hè? Want het is inderdaad een soort wolte gevuld met vocht. Dus kun je de organen die eigenlijk in het viscerale peritoneum zitten, en dan eigenlijk ook in het parietale peritoneum, kun je dat zien als een soort van ballon? Of hoe zit het precies? Nou ja, ik zal een aantal plaatjes aanhalen waarbij ik hoop dat het in ieder geval het algemene concept jullie ietsjes helderder wordt. Hier zitten we te kijken naar een doorsnede van de buik. Dit rechtergedeelte is de achterkant. Hier heb je de buitenzijde. En als we dan specifiek naar die buikholte kijken, dan heb je dus eigenlijk twee lagen van peritoneum. En dat is eigenlijk een soort van, ja, een soort beschermlaagje. Vanuit de embryologie is het inderdaad zo dat je initieel eigenlijk dat viscerale laagje om de organen zelf heen hebt gelegen. En eigenlijk die buitenzijde, dat is dan het parietale gedeelte. Dus je zou het inderdaad wel kunnen zien, hè, eigenlijk als een soort van, een soort orgaan met een laagje visceraal en die dan eigenlijk in de holte met vocht, met een soort externe laag, wat dan het parietale gedeelte is, dat het eigenlijk op die manier zo gelegen is. In de rechter slide of in het rechter plaatje zie je, zoals Timo zojuist ook al heeft benoemd, zie je enerzijds de lever, de maag zie je gelegen en je ziet ook de milt. Het is hier denk ik met name vooral belangrijk dat je snapt waar die omentale, hè, dus waar het omentum majus en omentum minus zich bevinden. En het is misschien ter info ook wel interessant om te weten dat het omentum majus niet alleen zomaar een lap vet is eigenlijk. Maar dat dit ook iets is wat bijvoorbeeld, stel je hebt
een blinde darmontsteking, dus appendicitis, dan is dat eigenlijk ook helemaal reactief. Dus stel het is dermate uit de hand aan het lopen, dan zie je dat dat omentum majus helemaal zich omkapselt om dat ontstoken gedeelte heen. Ter bescherming ook dat het niet verder in de buikholte loopt. Hier zo zie je eigenlijk nogmaals op rechts hoe dat dan zit. Dus stel je hebt hier een stuk darm, dan heb je hier inderdaad een stukje viscerale peritoneum. En dan aan de buitenrand loopt dan eigenlijk dat parietale gedeelte. Tussen die bladen, dus eigenlijk tussen dat ene deel en het andere deel, zie je dat ze eigenlijk een soort van samenkomen in zo'n mesenterium. En zo'n mesenterium, dat is eigenlijk de ophangband. Je hebt inderdaad, die ophangbanden heb je op verschillende plekken. En daar kunnen ook bijvoorbeeld bloedvaten doorheen lopen, met name ook naar de darmen toe. En natuurlijk ook weer van de darmen af. In mijn geval, in mijn selectietijd, dat is al een enige tijd geleden, hadden wij letterlijk zo'n dwarsdoorsnede plaatje zoals hier. En dan moest je dus ook kunnen benoemen waar wat lag. Dus ja, mocht dat bij jullie ook zo zijn, wees daarop voorbereid wat ze ongeveer kunnen vragen. Hier nogmaals even een plaatje voor het omentum minus. Zoals Timo ook al zei, dat is eigenlijk het gedeelte wat zich bevindt tussen de maag en tussen de lever in. Als je hem eventueel nog zou opsplitsen, dan gaat het dus om het hepatoduodenale ligament en het hepatogastrische ligament. Waarbij het ene deel zit al in de naam, hepato is de lever en gastrisch is eigenlijk de maag. Dus dit gedeelte loopt tussen de lever en de maag. En hepatoduodenaal is het stukje wat tussen de lever en tussen het duodenum loopt. Hier zie je ook nogmaals hoe dat verder allemaal zit met het colon ascendens aan deze kant, colon descendens aan de rechterkant en dan het sigmoïd. En ook hier heel mooi de vaten die dus ook in dat mesenterium hier zitten. Hier een sagittale doorsnede, dus eigenlijk alsof je zo een pijl door midden schiet en dan vanaf de zijkant erin kijkt. Ook dit was in ons selectiejaar was dit ook een van de vragen. Hadden ze gewoon 1 of 2 items weggehaald. En dan moest jij dat kunnen benoemen wat het dan precies was. Dus in deze zijweergave is het ook wel goed om te zien, of om je eigenlijk weer eventjes eerst te oriënteren. Dus kijk eventjes van wat is boven, wat is beneden, wat is rechts, wat is links. Boven is natuurlijk het hoofdeinde, beneden zijn is richting de benen, rechts is het dorsale gedeelte, links is het ventrale gedeelte. Dan zie je dus ook heel duidelijk dat een deel van de lever, die ligt eigenlijk ook gedeeltelijk over de maag heen. Je ziet ook dat je hier de small intestine, dus bijvoorbeeld jejunum en ileum, die zie je hier allemaal lopen met ook heel duidelijk hun ophangbanden, dus dat mesenterium, dat dubbelblad waar we het zojuist al over hadden. Je ziet hier het duodenum liggen. Daarachter zie je ook de pancreas. En je vraagt je misschien überhaupt af van ja, waarom zou ik nou moeten weten waar dat omentum minus ligt en hoe je dan via de bursa omentalis naar binnen gaat. Nou, in de kliniek is het eigenlijk van relevantie, omdat dat een van de methodes is waarop de chirurg eigenlijk een pancreaskop carcinoom bijvoorbeeld verwijderd. Dus die gaat eigenlijk, die houdt dan die lever omhoog, gaat dan via dat achterste gedeelte en komt dan uit bij dat pancreas kopgedeelte. Verder ook in dit plaatje wat je ziet is dat het omentum majus echt als een soort van beschermgedeelte, als een soort vetlap ventraal beschermend biedt. Dan wil ik jullie eigenlijk nog eventjes meenemen van intraperitoneaal of retroperitoneaal gelegen. Want dat kan ook nog wel eens een vraag zijn die zomaar eens terugkomt. Dus we willen eventjes met jullie doorlopen. Allereerst de maag. Is dat intra of retroperitoneaal? En ja, Fleur, dit in mijn geval was dit plaatje van deze sagittale weergave was letterlijk dezelfde. Ja, precies. Intra inderdaad. Heel goed. En de lever? Laat ik het eventjes anders vragen. Welke van deze organen
zijn retroperitoneaal gelegen. Sowieso de nieren inderdaad, heel goed, want die liggen inderdaad eigenlijk hè, helemaal erbuiten. Even ter overzicht inderdaad, je ziet dat, wat jullie zelf ook al heel erg veel noemen, dat colon ascendens en colon descendens, inderdaad, die zijn beide wel retroperitoneaal gelegen. Net zoals ook het duodenum. Maar het gedeelte wat dan tussen colon ascendens en descendens in ligt, dat is het colon transversum, dat is dan eigenlijk weer intraperitoneaal. Dat bungelt eigenlijk maar rond in die cavitas. Vervolgens heb je ook weer het sigmoïd, wat dan weer intraperitoneaal ligt. De nieren, de bijnieren, die liggen allemaal retroperitoneaal. Er was eventjes wat verwarring over de pancreas. Of die nou intra- of retroperitoneaal ligt. En ja, daarbij moet je inderdaad wel onderscheid maken tussen de kop en tussen de staart van de pancreas, zoals Betula ook zegt. Want het is eigenlijk alleen de kop die in het retroperitoneum ligt. En zoals Daan ook al aangeeft hier heel erg mooi in de chat, een superhandig ezelsbruggetje gebruikt dat ook. Dus suprarenal, hè, supra erboven, renaal is de nier, dus het is eigenlijk de bijnier. De aorta inderdaad en de vena cava inferior of inferior vena cava. Dus de bloedvaten die liggen retroperitoneaal. Duodenum ook, de pancreas ook en dan dus de kop, met name de ureters. Dat zijn eigenlijk vanaf de nier naar de blaas toe. De nieren, het colon ascendens, colon descendens. En inderdaad ook het rectum. Ik denk dat dat eigenlijk het hoofdding is. Shirley, stel er is een vraag van de pancreas intra- of retroperitoneaal. Shirley, die vraag gaan ze dus eigenlijk niet stellen. Daar kan je gewoon van op aangaan. Het is of dat je dan een antwoordoptie krijgt met de kop, of een antwoordoptie met de staart erin. Maar ze gaan je niet van die dubbelzinnige vragen stellen. Dus ik hoop dat dat een beetje geruststelling geeft. Hierbij zien jullie nogmaals inderdaad eigenlijk alle anatomische structuren die we al samen zijn doorgelopen. Met nog een keer een beter zicht op waar liggen nou eigenlijk die vaten. Maar dan vanaf vooraf gezien. Hierbij ook nog een stukje over de kwadranten. Dat is eigenlijk meer relevant voor het klinische gedeelte. Maar dit kan ook helpen bij uiteindelijk dus je klinisch inzicht. Dus stel jij krijgt later als arts zijn, dan krijg je een patiënt bij jou langs en die zegt, ja, ik heb echt zo erg pijn. Ja, het begon ergens bij de navel aan de rechterkant, een beetje hier zo en het zakte zo naar beneden. En ja, echt iedere hoppel hier naartoe. Ja, ik schreeuwde het uit van de pijn en ik moet overgeven, ik heb koorts. Nou, eigenlijk met dit verhaal, zo'n casus eigenlijk, die je ook vaak zult naspelen met elkaar tijdens de studie. Dat helpt je eigenlijk om inzichtelijk te hebben wat nou het onderliggende probleem kan zijn. Want dan, dus dat kwadrantdenken, dat helpt je eigenlijk om te denken van oké, welke structuren liggen hier? En wat kan het dan zijn? Dus in het geval van die casus die ik je zojuist vertelde, is het meest waarschijnlijk dat het een appendicitis is, dus dat het een blinde darmontsteking is bijvoorbeeld. Terwijl wanneer iemand zegt, ja, ik heb echt, oeh, ja dokter, als u mij hier keihard een MEP geeft in die linkerflank, en dan voornamelijk bij het ruggedeelte, en ik heb pijn bij het plassen en koorts erbij, ik voel me niet lekker, dan hoop ik dat Daan, Timo en Anan mij bijvallen en zeggen dat het een gecompliceerde urineweginfectie of inderdaad in ieder geval het nierbekkenontsteking, pyelonefritis, zeg maar, dat aan de hand is. Dus in ieder geval, dit zijn de kwadranten. Die wilde ik je alleen even meegeven om ook een beetje je te laten voelen van wat voor soort onderwijs kan ik nou krijgen straks binnen geneeskunde en hoe ga ik daarmee om? En hoe kan ik eventueel dat
dat wat ik nu leer, die anatomie, ook gebruiken later tijdens mijn eerste jaar, tijdens mijn tweede jaar, tijdens mijn co-schappen en straks als werk als arts. Samenvattend. Ik hoop oprecht dat we jullie het gevoel hebben gegeven van dat je in de situatie zelf van oh shit, help, hoe ga ik hier in vredesnaam doorheen komen? Dat we jullie uiteindelijk het gevoel hebben gegeven van oké, door effectief te leren, wat wel, wat niet te doen. Timo die een enkele voorbeeldvraag met jullie is doorgelopen, die op niveau is van de decentrale selectiestof. En Daan die je ongeveer door de dag zelf heen is gelopen. Dat we jullie gewoon meerdere tips hebben meegegeven. En dat je nu ook gewoon ongeveer weet wat je kunt verwachten. En dat je hopelijk van het gevoel van oh shit, help, hoe gaan we dit overleven? Naar een situatie gaat dat je denkt van oké, ik heb er ook wel vertrouwen in. Het moet ook gewoon goed komen. Wat we jullie verder ook echt gewoon willen meegeven. Vergeet ook niet te oefenen. We gaan dus die link voor jullie beschikbaar stellen. We zorgen ook dat de opname van de webinar ook zeker beschikbaar gesteld wordt. Zowel hier in de WhatsApp als per mail. En we willen sowieso ook zeggen dat jullie dit ook gerust door kunnen sturen naar anderen. Zodat we uiteindelijk zoveel mogelijk mensen hiermee helpen. In principe... Ja, was dit de laatste slide? Ik hoop sowieso dat jullie er wat aan hebben gehad. Dat jullie er zeker wat van hebben opgestoken. Want in ieder geval weet wel dat hier echt heel veel werk in is gaan zitten. Zowel Daan als Timo als Anan als ikzelf hebben hier tijd in gestoken. We doen het in principe gratis. Omdat we gewoon hopen dat jullie er... dat we jullie echt een stapje ermee verder helpen. Dat eigenlijk. Anan, heb jij nog aanvullingen? Nee, in principe niet. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik denk dat een hele hoop vragen natuurlijk onbeantwoord zijn, omdat, dan heb ik het echt over alle vragen die ook in de groepchat gesteld zijn. Maar goed, we moesten een selectie maken en dit zijn dan de meeste vragen die voorbij kwamen. Wat we nog kunnen afspreken is dat we nu even 5 minuten pauze doen bijvoorbeeld. En dat jullie nog wat vragen stellen. Ja, het liefst natuurlijk over de stof die we behandeld hebben, zojuist. En dat we daar nog even kort op ingaan, of proberen in te gaan. Dus we geven jullie even 5 minuten de kans om dit allemaal op je in te laten werken. En nog je laatste vraag te stellen aan ons. Ja, goed. Hadden we nog een vraag binnen zien komen. Dus inderdaad het verschil tussen de greater sec. Dus de greater sec en de greater momentum. En daarbij had ik dus inderdaad dit plaatje gepakt. Want ik dacht, dat geeft nu vandaag iets verduidelijking. Eigenlijk is het de greater sec, dat is eigenlijk een ruimte die zich inderdaad hier bevindt. Kun je dat zien op de... Onder de transverse kolom wordt je aangegeven. Ja, maar je ziet mijn muis niet. Ja, dat moet je weer doen. Oh, wacht even. Je moet dan... inderdaad. Oh, is het goed inderdaad zien. Dus inderdaad, hier heb je dus de greater sec lopen. En die zit dus inderdaad, wordt dan verbonden met de pleurse almetalis. Dat wordt ook wel de lesser sec genoemd via het foramen almetalis. Dat bevindt zich dan hier. En het greater omentum, dat is eigenlijk een soort van vetschort dat zich dus voor de darmen bevindt. Dus ik hoop dat het zo wat duidelijker is. Dan zijn er nog andere vragen. Ja, ik zag 1 vraag over de vlakken en de assen. In principe heb je daar hele mooie figuren voor op Google. Maar het komt er eigenlijk op neer dat... als je een beweging in het sagittale vlak hebt... dat je dan een rotatie ziet rond het transversale of de frontale as. Dus bij het sagittale vlak... wordt de transversale dan wel de frontale as. En als je een beweging hebt in het frontale vlak, dan heb je een rotatie rond de sagittale as. Dus bij het frontale vlak hoort de sagittale as. Ja, of er camera's zijn in de zaal, dat zou ik eigenlijk ook niet weten. En dan nog een vraag, heb je bij de inzichttoets ook dat je het antwoord helemaal fout is, in plaats van je toch een half punt... ik weet wel dat je... Ja, dus die inzichttoets die hebben wij zelf niet gehad.
Ik weet wel dat dus inderdaad, vooral inderdaad als je een multiple choice vragen hebt, dat stel je hebt er je hebt twee antwoordopties ingevuld, eentje is goed, de andere niet, dan krijg je de helft van de punten. Dus ik neem ook aan dat je hem dan niet helemaal fout hebt. De radix van Mesiteria voor het ilium en jejunum loopt superieur van het duo-jejunale driehoek schuinrechts omlaag richting de iliocecale. Hoe moet ik dit voor me zien? Ja, dat is eigenlijk iets, op een gegeven moment ga je dat zien in de snijzaal en dan heb je dus inderdaad wat beter een beeld bij van hoe zit nou dus echt inderdaad die ophanging van de darmen. Ja, eigenlijk moet je dus gewoon inderdaad zien, de radix, dat is dus zeg maar de echte bevestiging van het mesenterium aan de achterhand. Die loopt dus een beetje rechts naar beneden. Ik hoop dat ik het zo iets duidelijker kan maken. Ja, en dan wordt er nog een vraag gesteld over de pro- en de supinatie in welke as dat is. Ik denk als je deze beweging maakt, dat je het dan over de sagittale as hebt, inderdaad. Hè, dus het is een draaiende beweging. En je hand is van, of je arm is van achter naar voor, zeg maar. Dus in die as maak je de beweging. Dat is dus het transversale vlak en de sagittale as. Ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad in ieder geval. En wat mij betreft wil ik jullie dan gewoon een fijne avond wensen. Ja, en heel veel succes met de selectie. En heel veel succes met de selectie dan inderdaad. Ja. Mooi. Fijn om te zien dat jullie het waarderen. Succes hè, allemaal. Ja, heel veel succes nog. Fijne avond. Tot ziens.